Hoi allemaal, welkom. Vakantie 2022. We gaan op pad. Mijn naam is Edi en de andere motor, daar zit Ellen op. En we hebben onze dochter bij ons, Freje. Wat? Gebeurt er iets naar de camera? En nou hoor ik mezelf niet. Oh, ik was er. Ja, ik hoop dat ik heb er nog iets. Ja, dit is de benzinepomp. Daar hebben we de motoren nog even volgetankt. En grappigerwijs begint hier eigenlijk het eerste probleem al. Aan het begin van deze straat stond El stil. De motor was uitgevallen. Dat kan gebeuren. Het is nog redelijk koud. Maar hij wou niet meer starten. Maar ja, little did we know. Little did we know. De startmotor blijkt kapot te gaan. Met nadruk te gaan. En zoals jullie kunnen horen heb ik wat last van... Nou ja... geluid wat neer me wil. Ik heb er een paar foto's her en der tussen gestopt. Ik heb dag 1 super kort gehouden, omdat ja, het is allemaal snelweg, bijna allemaal snelweg. En laat nou net het mooie laatste stukje net niet op de film staan uiteraard. Ja, battery pack en zo. Het was goed te doen, goed weer, goed te rijden. Prima dag. Aan het begin van de rit hebben we best veel file gehad, zoals je hier eigenlijk het begin kunt zien. Ik ben wel gewend om door die file heen te fietsen. El daarentegen iets minder dan ik. Dus ik heb geprobeerd rustig te rijden. Ik heb Frey niet achterop, die heeft El achterop. En zeker ook omdat ze gewoon nog niet zo zeker is als ik wat betreft dat file rijden. Kon ze niet echt meekomen. Ze durfde niet zo goed door de file heen te komen. Dus nou ja, let maar op. Je ziet wel wat er gebeurt. Thank you.
Tussen twee banen door, een aantal maanden voor een bedrijf gereden in Duitsland. En dan kwam ik regelmatig langs dit plaatsje. Afslag race op de 3 in Duitsland. Is de Avia. Daartegenover zit een of andere biker. Bikertent waar je frietjes en zo kan halen. Ik kan even niet op de naam komen. We hebben hier wat broodjes genuttigd. Die zijn gezonder dan aan de overkant. Hier hebben we gewoon even gepauzeerd. En daarna zijn we gewoon natuurlijk weer verder gegaan. Wat ik al zei, ik heb voornamelijk alleen maar snelweg. En daar word je niet echt vrolijk van. Dus ik laat jullie nog het een en ander een foto zien. Ik hou het voor de rest relatief kort. Het mooiste beeldmateriaal wat ik die dag zou hebben, dat staat dan weer net niet op beeld. Dus dat is een beetje jammer. Ja, je krijgt nog een klein stukje, zie ik nu in mijn scherm. Maar dan... blijft het blijven. Kom mezelf al. Dat had ik net ook al. Iets met koptelefoon en inschakelen en zo. Oh ja, de reden dat we hier stoppen. Hier, kijk eens links in het scherm. Zie je dat stuk plastic in beeld? Ja, dat dus. Mijn vizier zit los. Echt niet grappig. Kijk, dat wordt al gewezen. Dus we gaan even mijn vizier vastzetten, pauzeren, plassen, et cetera. En dan gaan we gewoon op het gemak weer verder. En dit is de plek waar we stil stonden. Ik had een tip gekregen van een van de kijkers slash zelf YouTube-maker dingen, motorrijder. Om ook eens wat foto's erbij te doen. Nou, bij deze. Bij deze kant hebben we er een beetje op gelet. Dus heen en alle foto's. Hier kunnen zien dat hij los zit en niet goed vast. Ja, dat is meestal als hij los zit, want dan zit het niet goed vast. Ja, jezus inderdaad. Wordt hier achterop ook al gereageerd. Ja. Maar goed. Oh ja, hier zijn we te plaatsen. De camera is leeg. Die had ik even een paar seconden aan kunnen zetten. Dat was het lekkere klokkengeluid. Hier zijn we bij ons eerste hotel in, god weet dat dorp. Ja, het voordeel van opnames is dat je ze stil kan zetten. We hebben geslapen in Hotel Schnorbus, of zoiets dergelijks, in Hallenberg. Echt geweldig. Het eten, voortreffelijk. Echt, dat kan ik je echt van harte aanbevelen. Het wordt gerund door 2 oude mannen. Ik weet niet hoe lang nog, maar fantastisch. Dat is echt super daar zo. Maar goed, ja. Zometeen krijg je nog de route te zien. Die we gereden hebben, de groene lijn met de rode dotjes, dat zijn wij. En dan wil ik iedereen bedanken voor het kijken. Tot de volgende film, die hopelijk wat interessanter is dan deze. Maar dit was in ieder geval dag 1 en tot de volgende. Groetjes, hoi!